Nou, wat ik vandaag over ga hebben is niet de muziek van Billy Ocean die je net gehoord hebt, maar meer van wat zijn er de ontwikkelingen rondom automotive security. En dan met name op het gebied van intelligent transport systems. En de mensen die in de tracks hebben gezeten bij Johan en Mark, die hebben iets al gehoord. Ik ga een klein stukje herhalen, maar net op een iets andere manier. Nou, de plaatjes, mensen die straks hebben gekeken, die kennen deze foto alles van de heren Vlasic en Miller, de Jeep Hack. Ik ga er straks wel iets over zeggen, maar ik ga niet heel diep op in. Trouwens, mijn naam is André Smulders. Een aantal van jullie in de zaal ken ik. Ik werk bij TNO in de informatiebeveiligingshoek. Hou me bezig met risicomanagement en complexe systemen. Ook een publicatie over geschreven. En ik weet ook nog iets van technologie op de achtergrond. Nou, daar maak ik af en toe dankbaar gebruik van. Nou, waar ga ik het over hebben? Waar ik mee begin is een beetje de context te schetsen. Wat zijn er de trends in automotive? Dat zijn er een aantal. Een hele belangrijke, maar die zal ook wel vaker teruggekomen zijn, is kostenreductie. Rol van ICT neemt toe. Nieuwe functionaliteiten komen eraan, dat zullen allemaal niet ontgaan zijn. En de andere is van dat de auto van object naar een onderdeel in een ecosysteem gaat verschuiven. Nou, dan zullen jullie wel denken, dat is allemaal leuke termen, wat bedoel je daar nou mee? Ik ga wat voorbeelden geven. Wat ik gedaan heb, is eigenlijk een hele presentatie opgebouwd met allemaal dingen die je in de media tegenkomt. Wat technologische achtergrond voor een klein stukje. Ik ga niet technisch heel erg diep in, er zullen een aantal mensen teleurgesteld over zijn, vermoed ik. Maar vooral aan die publicaties ook laten zien, wat zijn de ontwikkelingen en hebben we nou echt wel in het snotje waar we naartoe gaan met z'n allen. Nou, eentje, ik hoop dat het te lezen is, ik heb het nog niet getest. Ah, is prima. Nou, een van de dingen die je steeds meer ziet, hè, is dat software een belangrijk onderdeel wordt van het voertuig. Nou, dat zal maar niet verrassing zijn. Om even een test te doen, hoeveel procent denken jullie dat nieuwe functionaliteit die er in de auto komt, hoeveel procent ervan wordt nou door software gerealiseerd? Mensen die denken dat het meer dan 50% is. Meer dan 60, 70, 80. Nou, het zit ongeveer in de goede richting. Je ziet ook dat, nou, we hebben het net eerder al over gehad in een van de presentaties. Die softwarefouten, die leiden ook af en toe wel eens tot recallacties. Dat heeft met safety te maken. Moet de auto terug naar de fabriek of naar de garage? Moet een update inkomen? En ook bijvoorbeeld de fout van Audi. Die heeft zijn auto's teruggeroepen omdat er een fout zat in de software van de airbag. Nou, is lang niet de enige. Hè. De laatste Chrysler die heeft ook al 1,4 miljoen auto's teruggeroepen. Nou, waarom is dit nou een kostenprobleem? Nou, dat heb ik een beetje uit Automotive Industries gehaald. In 2013, dat is ook waar André mee begon in zijn opmerking, dat de ANWB 70% van de software fixen doet. Nou, dat is niet helemaal het getal wat ik in de ogen had, of waarom die er stond. Maar eigenlijk wat er gezegd wordt, is dat in 2013 al 70% van alle recalls, dus het terugroepen naar een garage om te updaten, had met elektronica of software te maken. Nou, software neemt een steeds belangrijke rol, ook de recalls op het gebied van software nemen steeds meer toe. En de reden om eigenlijk de druk om steeds meer over die air gaan te doen, dus het echt updaten van software over die air naar die auto toe, is omdat je dan geen recalls meer hoeft te doen, hè, formeel. Dus je hoeft hem niet terug te roepen naar de garage. En dat is gewoon een kostenbesparingsmaatregel. Hè. En wat ook al Mark zei, die noemde het bedrag van $500 per recall. Ik heb ook al bedragen van $1000 gehoord. Nou, dat wordt best interessant, hè, als je 1,4 miljoen voertuigen niet meer terug hoeft te roepen en daarmee een enorme kostenbesparing kan doen. Dus er wordt vooral nu gekeken naar wat zijn de benefits van die nieuwe technologie in die voertuigen. En daar gaan we dankbaar gebruik van maken. Hartstikke mooi. Nou, de rol van ICT. He, wat ik net ook al zei van het percentage van software in die voertuigen. Audi zegt ook gewoon, ja, de nieuwste echte grote veranderingen. He, dus niet meer horsepower of dat soort zaken, maar gewoon echt de functionaliteit van die gebruiker in het voertuig. Dat gaat de doorbrekende factor vormen voor een vernieuwing in het voertuig. En ja, deze kon ik ook niet laten liggen. Wel bekend, he, de Dieselgate van Volkswagen. Nou, waarom noem ik hem nu? Niet omdat Volkswagen ineens heeft gedaan wat misschien niet helemaal netjes is. Maar wat wel interessant is, dat er dus software in dat voertuig zit, waarvan je af kan vragen, moet dat er überhaupt wel in zitten? En waarom krijgen we het niet voor elkaar om dat te detecteren, dat die software in feitelijk de integriteit van je software in het voertuig niet helemaal klopt? Waarom kunnen we dat nou niet zien? Nou, ik zie allerlei voorbeelden van dat mensen zeggen, we moeten die software gaan controleren. Hartstikke duur, super ingewikkeld, zijn we aan het kijken. Is niet triviaal. Vraag me ook af of in het kader van emissiekant het nodig is om heel erg naar de software te kijken. Nou, als er vragen over zijn, discussie tijdens eten, wil ik graag nog een keertje voeren. Maar je ziet wel dat ICT een steeds belangrijke rol in het voertuig gaat vormen. Nou, nieuwe functionaliteiten, dat zul je ook allemaal kennen.
En er zijn eigenlijk twee ontwikkelingen. Eén, wat ik hier een beetje laat zien, is wat ze dan connected noemen. Dus ik ga gebruik maken van smartphone-technologie, gsm-achtige technologie. Ik ga nieuwe functies en informatie naar dat voertuig brengen. En ook bijvoorbeeld met je smartphone functies van je auto besturen. Andere wat je ziet is ook gebruikerscomfort. Hè. Dus we hebben gebruikersondersteunende functies, bijvoorbeeld adaptieve cruise control. En ook semi-autonoom rijden. Dus bijvoorbeeld een ander voorbeeld dat straks nog langskomt, is bijvoorbeeld dat je deels binnen de lijntjes van de weg kan blijven rijden. Dus de auto gaat corrigeren, dat je er buiten dreigt en stuurt weer netjes terug. Dus het is vrij veel voor de gebruikersondersteunende functie geautomatiseerd zijn. Nou, en dan de laatste trend die ik eigenlijk zie, en dat is eigenlijk wel de grootste die eraan zit te komen, is eigenlijk dat de auto altijd als object heeft gediend. Hè. En je ziet ook al die mediaberichten gaan over het hacken van die auto. Maar eigenlijk wat veel belangrijker wordt, die auto wordt een onderdeel van een intelligent transport system. Nou, intelligent transport system en rond de auto, dat is een heel beperkt gebied wat intelligent transport systems inhouden. Dat gaat bijvoorbeeld ook over slim openbaar vervoer in steden, het multimodaliteit slim combineren van OV met gewoon transport, slimme oplossingen zoeken voor waar is nog parkeren, ruimte. En dat alle die zaken, tot en met het coöperatief rijden en autonoom rijden, zijn intelligent transport systems, kun je daar ondervangen. Dit plaatje laat een beetje zien dat die voertuigen met elkaar gaan communiceren. Maar de voertuigen gaan ook met wegkantsystemen communiceren. Die wegkantsystemen gaan weer met verkeersmanagement systemen communiceren. Dus het wordt een steeds grotere combinatie van allerlei objecten die met elkaar gaan communiceren en ook met elkaar connected zijn. Nou, dit plaatje is leuk. Wie ziet de rode stip hierin? Nou, die zit aan te liegen, want die zit er niet in. Maar dit is waar we straks naar op zoek moeten. Is namelijk, het is een hyperconnected wereld. En hoe ga je er een beetje grip op krijgen? Hoe zie je in die hyperconnected wereld nou wat er aan de hand is? Nou, dat is een beetje de trends die ik zie. Vervolgens gaan we even kijken naar wat is nou de droom. Hè? Waarom doen we dit nou eigenlijk allemaal? Dus we zijn met name even op het stuk coöperatief connected. Er liggen wat hoger liggende doelen achter. Waar dromen we nou met z'n allen van? Nou, in ieder geval minder files. Hè? Dus als je wat slimmer met verkeermanagement kan doen, of je kan zorgen dat de auto's niet meer zo snel achter elkaar in allerlei schokweergolffiles terechtkomen, kun je files reduceren. Andere is minder ongelukken. Dus als auto's sneller kunnen reageren op auto's voor hun, auto semi-autonoom of driver assistant kunnen reageren, of je kan de gebruiker op tijd waarschuwen dat in file inrijdt, komen er gewoon minder ongelukken. En andere niet heel onbelangrijk, maar een beetje jammer in het kader van de Volkswagen, is ook het terugbrengen van CO2. Dus als je beter gebruiker maakt van doorstroming, slimmere multimodaliteit van vervoer kan doen, gaat ook de CO2 omlaag. Dat zijn toch best wel fijne voordelen. Nou, de nachtmerrie. Nou, dat vind ik altijd een beetje een lastige. Want ik ben niet zo van de nachtmerries of de doemscenario's of de FUD-achtige zaken. Dus deze ga ik heel snel overslaan. Ik kom straks met wat challenges, maar ik wil het vooral niet als een nachtmerrie positioneren. Maar om even terug te gaan van wat vinden we nou eigenlijk allemaal belangrijk. Even kijken of die te leesbaar is. Dit is een peiling van het Financieel Dagblad van redelijk recent. Die heeft eigenlijk vier vragen gesteld. Hè? Van, de ultiem zelfrijdende auto moet hier snel op de weg komen. Dat is de vraag die ze gesteld hebben. Dan hebben ze eigenlijk vier opties worden mogelijk en twee nee-antwoorden. Zo snel mogelijk, want de auto is veilig genoeg. Want Nederland heeft innovatie nodig. Hè? Er zit echt een business driver achter. Nee, de auto moet eerst hekproef zijn. Of nee, aansprakelijkheid moet eerst geregeld worden. Nou, we gaan even snel hand opsteken. Wie denkt ja 1 is? 1, 2. Ja 2. Nee 1. En nee 2. Nou, de laatste ziet er wel goed uit. Ik denk dat een hoop mensen het FD lezen. En deze verbaasde me eigenlijk. Ik dacht van alle nieuwsberichten dat... ik had zelf verwacht dat het meer over het hacken van de auto zou gaan. Dus ik was hier zelf wel redelijk door verrast. Maar gelukkig een aantal andere fabrikanten weer niet. Want eigenlijk deze week zag ik dit bericht in één keer voorbij komen. Dat Volvo die gaat nu met een proef starten rondom Göteborg, Zweden. Waarin ze met autonoom rijdende auto's proeven rondom op een stuk weg gaan doen. Dus een redelijk beperkt stuk weg en dan kunnen ze autonoom gaan rijden. Ik weet niet of de verzekeringsmaatschappijen hierachter zitten. Dat is namelijk wat ik zelf had verwacht. Dat verzekeringsmaatschappijen veel meer over liability zouden nadenken. Maar Volvo heeft gewoon gezegd, wij gaan alle liability met schade die dat, ongelukken die het tot gevolg heeft, gaan voor ons rekening nemen. Heel fijn. Alleen tijdens de proef toch? Nee.
Ik ken de details niet. Hè. Dat is lastig van de nieuwsberichten. Ja, dat de hoeveel Volvo's altijd... zijn er? Dat weet ik niet. Maar het zal nog redelijk beperkt zijn. Dus ik denk dat die liability ook nog door hun te dekken is. Maar goed, ik ken de details ook niet allemaal. Naar de realiteit. Je ziet heel veel in het nieuws. Wat ik geprobeerd heb is even wat berichten uit te pikken van die niet altijd per se in het automotive domein zitten. Maar daarvan van de consequenties van die trends door te vertalen. Wat betekent dit nu als je dat in de krant ziet? Nou, eentje heb ik heb nog niet een hele goede, nog geen goede term voor, dus straks als mensen daar een betere term voor hebben, is eigenlijk iets wat ik gezegd heb, van het is van de fysieke naar de digitale garage. Nou, wat bedoel ik daarmee? Je ziet al wat meer opmerking komen, hè. Ik kan de garage hacken of ik kan in mijn auto iets doen en dan wordt het systeem in de garage besmet en het garagesysteem besmet volgens andere auto's. Nou, heel leuk, maar ik denk dat dat al een beetje een voorbij passé concept is, namelijk dit. Dit is al een tijdje geleden aangekondigd door Tesla. Die gaan een over-the-air update doen. Dus van hun back-office naar het voertuig gaan ze een aantal functies in die auto aanpassen. Heel erg leuk. Totdat je nagedenkt, wat zijn dat nou eigenlijk voor functies? Nou, en dat zijn dus functies te maken met sturen en met remmen. Dat zijn gewoon safety functies. Dus wat er straks gaat gebeuren, hè, dus een digitale garage gaat in de back-office van een bedrijf over-the-air updates doen van safety functies in de auto. Hoezo digitale garage? Digitale garage is een back-office van, eigenlijk wordt het gewoon een beheerclub, ICT-beheerclub van safety functies in je voertuig. En by the way, dit gaan ze vrijdag uitrollen. Nou, er zit iemand van het RDW in de zaal, ik ben benieuwd, dat gaat nog wel wat discussie opleveren. Ander feit, fouten worden gemaakt. Ik weet niet of iemand dit bericht al gezien had. Het is een militaire Airbus en die is gecrashed. We waren met een testvlucht bezig, het ding gaat de lucht in, stort neer, aantal doden, ik ken het aantal niet precies in mijn hoofd. Waarom kwam dat nou? Voordat ze die test gingen doen, hebben ze een aantal parameters in het motormanagement aangepast. Alleen is die update van die parameters niet goed in het motormanagement terechtgekomen, waardoor eigenlijk het motormanagement gewoon slecht geconfigureerd was. Ze gingen vliegen en op een bepaald moment hadden ze power nodig, dat kwam niet omdat motormanagement parameters niet klopten, het vliegtuig valt uit de lucht. Dan denk ik, heeft dat nou met automotive te maken? Nou, wel als je naar dit voorbeeld kijkt. Dit heeft niks te maken met de updates van safety functies. Dit heeft eigenlijk te maken met dommigheid van een bestuurder. Daar hebben we ook mee te maken. Wat hier gebeurde, hè, is dat een Volvo, iemand wilde even demonstreren dat de Volvo in staat is om op tijd te remmen als hij een voetganger detecteert. Alleen was deze brave meneer vergeten dat hij die functie niet in die auto had zitten. Of er nooit voor betaald heeft. Nou, dat is... Aan de ene kant hilarisch, maar aan de andere kant, bedenk nou eens even terug naar dit Airbus-verhaal. Als er nou een over-the-air update komt van parameters in je voertuig en in één keer staat een default safety value staat uit. En je weet het niet. Nou, fouten worden gemaakt, dit gaat gewoon gebeuren. Evolutie van automotive hacks. Er is ook al heel veel over gezegd. Ik heb het een beetje teruggezocht met dank aan de collega Jordan Schoonhagen van mij. Ergens in 2006 kwamen de eerste beetje de RFID-achtige aanvallen. Dus keyless entry, op afstand openen van deuren. Vervolgens schoof dat een beetje op naar als je lokaal access had op je voertuig, dan kon je overal bij, hè, de Priussen. Wij maken daar als TNO ook dankbaar gebruik van, omdat die Prius zo mooi te reverse engineeren is. Kun je er ook altijd mooie coöperatieve functionaliteiten in bouwen. Dus ja, is dat hacken, reverse engineeren? Discussie. Andere wat je ziet is bijvoorbeeld dat, en dat is ook een beetje wat met volgens mij Jeep gebeurt, is dat bepaalde bedrijven bouwen nieuwe functionaliteit in een voertuig in, bijvoorbeeld voor fleet management. En dat voorbeeld van CNET, van die Back Office Ex-Employee Disabled 100 Vehicles, is een verhuurleasemaatschappij waarbij een ex-employee ervoor gezorgd heeft dat er gewoon 100 voertuigen op stil gezet werden, omdat er een functie in zat om die auto's te disablen als de rekening niet betaald werd. Vervolgens, wat ik wel hilarisch daaraan vind, in sommige nieuwsberichten hier gaat zoeken, wordt die meneer een hacker genoemd. Nou, ik heb even wat quotes bij dit artikel eruit gehaald. Hè. Dus als je in de context kijkt, soms wordt die meneer hacker genoemd. Nou, de eigenaar van die fleet, hè, dus de lease, verhuurmaatschappij, die zei echt letterlijk, ja, Omar was pretty good with computers. Ja. Toen zei degene die dat systeem levert, wat je op afstand dat systeem kan beheren, hij had gewoon het wachtwoord. Nou, ook daar zie je, hè, dat met name operational security nog wel een issue wordt. Dat je ook even in je back-office goed na moet denken wat dit betekent. Nou, dit is echt, noem het even, kleuterschoolwerk.
En vervolgens, wat dat is ook al net al ook over had, die hackers remotely kill de Jeep on the highway, dus de Vlasic en de Miller. Dat is echt een kantelpunt in het hele automotive security. En waarom? Omdat met die Priussen, dat was al lang bekend, en alleen de argumentatie was er altijd. Ja, maar als ik lokaal bij dat voertuig kan, dan kan ik ook de remmen doorknippen. Of ik kan allerlei andere ellende uithalen. En wat deze heren nu lieten zien, is dat je dus remote, hè, van een willekeurige afstand, bij een willekeurig voertuig iets kan doen. Nou, er wordt al in de media gezegd, dat is heel simpel. Maar als ik het een beetje vergelijk met Omar en deze heren. Omar gaat met de lift naar de eerste etage. En deze heren klimmen de Noordface van de Eiken. Nou, weet je, dat kost wel even wat meer skills, oefening, training en dat soort dingen. Dat doe je niet zomaar. Maar toch goed om in de gaten te houden. Dan nog een andere, die noemen we even verschil zal er zijn. Er zijn allerlei goede standaarden in automotive land voor safety, security. En in het kader van security, zeker in automotive in relatie met safety, gaat het vooral over de integriteit van software en integriteit van ICT-functies. Dit voorbeeld is ook wat ouder, hè. Dat is een rechtszaak geweest tegen Toyota. En die hadden gewoon het beheerssysteem ontwikkelstraat van hun software niet op orde. Hè. Dus ze hadden uiteindelijk spaghetti-code gemaakt, waardoor ze niet meer konden bewijzen dat die safety-functie goed werkte. Er zijn ook een aantal ongelukken gebeurd. En hier hebben ze gewoon een schadeclaim aan het broek gekregen. Nou, wordt er heel hard geroepen, hè, van er moet er dus een standaard komen. Military-grade security, banking-grade security. Ja, slecht nieuws. Dit plaatje kennen jullie misschien wel. Ik heb even de banknamen eraf geknipt, omdat ik het gewoon, dat is even niet relevant voor welke banken dit nou precies zijn. Maar wat je ziet, er is een onderzoek gedaan, dat is ook in Nederland, alleen in Nederland scoorde een stuk beter. 2 jaar geleden geloof ik dit, ja, 1 jaar, 2 jaar geleden. Hebben ze gewoon gekeken, al die banken maken gebruik van hebben een website. En die maken gebruik van website security maatregelen. En dan hebben ze gekeken van, als je nou kijkt naar welke protocollen worden nou ondersteund, die eigenlijk al niet meer gebruikt zouden mogen worden. Hoe goed doen ze het dan? Nou, dan zie je zelfs bij die banken enorme spreiding in hoe goed ze dat doen. Hè. Dus er zijn standaarden, het is allemaal bekend. Iedereen zou dat gewoon goed moeten kunnen doen en het gebeurt gewoon niet. Nou, en dat zie ik ook wel een beetje gebeuren in het automotive landschap. Die standaarden zijn er, die zijn goed. Je kan ze goed toepassen, maar je kan er ook een rommeltje van maken. En een verschil zal er zijn. Niet leuk om te weten of te horen misschien, maar dat is wel een beetje wat we in de realiteit zien. Een andere wat een belangrijke rol speelt, is er nou een criminele business case. Hè? Wordt er gezegd van, ik kan het systeem hacken. Nou, denk ik heel erg leuk. Maar wat is nou de criminele business case? Dat gebeurt over chipkaart ook. Over chipkaart is kwetsbaar. Vervolgens kan een hele hijs zijn in het nieuws dat het systeem niet veilig zou zijn. Terwijl in de hele back-office fraude management prima op orde was. Sterker nog, wat ik heel interessant vond toen de tijd, is dat er gezegd wordt, de kaart is niet veilig. Het hele systeem is niet veilig. Terwijl die kaart op dat moment al veiliger was dan de pinpas die we toen hadden met die magneetstrip. Maar even in je achterhoofd houden. Dus het gaat er vooral over van partijen gaan ze wat druk maken als er een criminele business case is die vervolgens hun eigen business om zeep helpt. Nou, in de huidige situatie is dat vooral diefstal van voertuigen. Andere die ik vond, die vond ik ook wel aardig. Hè. Dan kun je ook weer digitaal wat dingetjes in voorbereiden om dat te doen. Blijkbaar is in Californië de batterijpacks van de Prius nogal in trek. Je ziet dan één keer een spike in criminaliteit. Daar moet je op kunnen anticiperen. De toekomst. Nou, dat is echt, nou wordt het leuk, want dan gaan we lekker in koffiedik kijken. Dikke glazen bol. Realiteitsgehalte. Even de vraag. Hè. Ik vind het zelf wel leuk om een beetje door te exerceren. Wat hiervan gaat kloppen? Ik weet het niet helemaal. Het zou mooi zijn als ik over 5 jaar terug ga kijken en zeg, ja, André Smulders had gelijk. Ik weet het nog niet helemaal. Nou, eentje die redelijk voor de hand ligt. Wat denk ik dat er gaat gebeuren, hè, als je kijkt naar het succes van ransomware? Zie je dat met voertuigen, kun je dat ook nog wel een beetje voorspellen dat het gaat gebeuren. Het is gewoon een doorexercitie van de huidige aanvallen. Wie wordt het slachtoffer? Nou, misschien de fabrikanten. Hè, een gijzelingsactie van we dreigen, we zetten al je hele vloot stil of we gaan gewoon jouw systeem hacken. Je hebt gewoon een probleem. Ze schokken, hè, het is gewoon afpersing, ordinair. Individuele gebruikers kunnen slachtoffer worden. Of wat je steeds meer ziet is, zeker als je naar autonoom rijdende voertuigen gaat en ook de hele trend van geen eigenaarschap meer van voertuigen, maar gewoon gebruiken wanneer je het nodig hebt, zul je wel zien wel onder druk komen te staan. Bijvoorbeeld een van de verhalen die ik van de Boston Consulting Group hoorde, is bijvoorbeeld, wist ik ook niet, maar NS is blijkbaar een van de grootste taxibedrijven in Nederland, of fietsenverhuurder. Dus er zit een heel erg multimodaliteit. Niet eens zo'n gek idee misschien dat NS straks de grootste fleet owner in Nederland is, of de ANWB voor zijn leden, ik weet het niet. Een beetje koffiedik kijken, maar je ziet wel een beetje die trend ontstaan.
Nou, het is best leuk als je die fleet owners bepaalde ICT in hun voertuig hebben zitten om fleet management te doen. Die je vervolgens kan hacken en ze vervolgens onder druk kan zeggen, nou die fleet van ons opbetalen. Nou, dat is een redelijk voorspelbare, vind ik nog. Dit is een project waar we zelf ook in zitten met DAF. Dat heet EcoTwin. En wat je daar eigenlijk doet is twee vrachtauto's achter elkaar laten rijden, zodat je ook gewoon economischer kan rijden. Nou, dit zijn de eerste stappen. Hè. We zitten nu in de beginfase om dit soort technologieën uit te testen en te proberen. Gewoon werkt het functioneel, halen we performance technisch, kunnen we het safety technisch gewoon voor elkaar krijgen. We zitten hier ook naar te kijken van wat betekent het op security gebied. Hè. Je wilt dus bijvoorbeeld niet dat er in één keer een vrachtauto tussen gaat rijden en die tweede vrachtwagen gaat hijjacken. Zeker als die auto, de tweede auto helemaal autonoom rijdt en niemand in zit. Dus wat we gedaan hebben, we hebben daar gekeken naar, wat is een criminele business case? Ja, het jatten van die tweede vrachtauto. Dus als je dat voor elkaar krijgt, dan werkt dat, ja, dan gaat die fleet owner dan nooit investeren, want dan is je alsnog zijn vrachtauto's kwijt. Dus wat we gedaan hebben, we hebben een demo-opstelling, een demonstrator gebouwd, waarbij je kan garanderen dat die tweede vrachtauto alleen reageert op het signaal die uit de voorste komen. 100 punten. Als je dan weer naar het safety-aspect gaat kijken, denk ik van zijn collega, en dat is ook wel interessant om die twee werelden steeds meer bij elkaar te krijgen. Hij zegt, ja, maar als ik dan op de invoegstrook rijd en ik wil een signaal uitsturen van ik wil ertussen, oh ja, dat kan dan niet. Want je kan niet in die beveiligde communicatie inbreken. Nou, dus je ziet ook dat je heel goed na moet denken over wat is de business case, wat betekent het over het safety aspect, en dan goed af gaan wegen wat willen we nou wel of niet gaan doen. En dat betekent ook dat het is wel degelijk een probleem met hijjack van die tweede vrachtauto. Maar je moet ook even goed nagedenken, brengt de safety dan weer niet in gevaar? Andere waar je over na moet gaan denken is de veranderingen in business cases, maar ook in wet en regelgeving. Stel nou bijvoorbeeld dat die tweede chauffeur, als er nou wel een chauffeur in zit, en hij rijdt in een platoon dat niet meetelt voor zijn rijtijden. Dan wordt het in één keer een hele interessante case om te kijken of je dat systeem niet kan beïnvloeden door te laten denken dat je in een platoon hebt gereden, niet gereden hebt, en vervolgens je rijtijden weer kan oprekken. Nou, je moet heel goed kijken naar wet, regelgeving, business cases, wat voor security maatregelen hebben we nou nodig en wat gaat dan ook werken. Nou, dat is ook een beetje wat ik nu ga laten zien. Het is niet een nachtmerrie, hier liggen kansen om gewoon oplossingen te bieden waar mensen op zitten te wachten. En het belangrijkste eigenlijk om aandacht aan te schenken is de relatie tussen security en safety. Als ik kijk naar security wordt het heel vaak gezien als iets moet vertrouwelijk zijn, privacy wordt veel genoemd. Dat is ook een aspect, superbelangrijk, ga ik het even niet over hebben. Maar wat je ziet is security in dit soort toepassingen, als ICT een steeds belangrijke rol speelt, is security moet gaan zorg dragen dat de integriteit van de systemen gewoon op orde is en blijft. En dat je daar een aantal vertrouwelijkheidsfuncties voor een crypto key management en dat soort zaken voor nodig moet hebben. Tuurlijk, maar de focus ligt even op van hoe kan ICT nou bijdragen aan de integriteit van die systemen te kunnen waarborgen. En wat je ziet, er zijn eigenlijk twee assen. De ene as is de auto als object naar de auto als ecosysteem. En dan reken maar even de digitale garage ook bij. Hè. Dus het gaat niet meer over die auto, maar het gaat over de auto als hele back-office. En waar die auto vervolgens allemaal vasthangt en omgekeerd. Hè. Dus ook alle traffic management systemen, wegkantsystemen. Dat gaat een steeds belangrijke rol spelen. En met name de interconnectie daartussen. Nou, daar kunnen allerlei dingen misgaan. In de andere as ga je van bestuurder die zelf bestuurt. Via een aantal stappen, hè. Bijvoorbeeld je krijgt extra informatie via zo'n connected systeem of via een coöperatief systeem, daar ga je op reageren. Naar gebruikersondersteunende functies, hè. Dus de auto gaat je meehelpen op tijd te remmen. Naar het volledig autonome rijden. En op allebei die assen, dat zijn eigenlijk twee, kun je semi-los van elkaar zien. Dat zijn twee ontwikkelingen die eigenlijk al in gang gezet zijn. En waar het spannend begint te worden als die dingen bij elkaar beginnen te komen. Dus als je hoe verder je rechtsboven komt, hoe als het daar in ICT of in software safety iets fout gaat, dan hebben we meteen best wel een grote impact. Nou, ik heb twee scenario's heel simpel gemaakt om dat een beetje te illustreren. De ene noem ik maar even spoofing in het ecosysteem. En dit zijn mijn tekenskills ongeveer, dus daar moet je niet al te veel van voorstellen. De blauwe stipjes op iets wat, dat zwarte vlak, dat zijn auto's die op een weg rijden. En de blauwe stipjes die in het grasveld staan, dat zijn wegkantsystemen. Dat is een hele simpele weergave van een coöperatief of connected systeem. Dus de wegkant stuurt informatie naar de voertuigen. Bijvoorbeeld, let op, over een kilometer staat er een pijlwagen op de weg en er zijn wegwerkzaamheden bezig. Of hij stuurt een signaal aan, let op, je rijdt nu een file in, dus ga op tijd remmen. Andere kant in het coöperatieve verhaal is dat bijvoorbeeld een auto aan de voorkant
kan aangeven van ik ga nu remmen, let op, achter me ga ook remmen, zodat je een beetje die shockwave effect gaat voorkomen. Een van de functies die bijvoorbeeld een wegkant systeem kan doen, hè, dat is ook wederom een kostenreductieverhaal. Als ik nou direct naar het voertuig kan sturen hoe hard je daar mag rijden, vanaf een wegkant systeem kan ik dynamische snelheden doorgeven. En ik hoef uiteindelijk dat hele, als Rijkswaterstaat bijvoorbeeld, niet al die matrixborden meer over de weg te hangen, verkeerslus kun je allemaal terugbrengen. Nou, daar zijn we ook nog lang niet, hè. Dat is een beetje een plaatje richting de toekomst. We hebben hier ook een demo van gebouwd, die je eigenlijk relatief makkelijk, daar hebben we ook voorstellen voor gedaan, dat je het op kan lossen. Die zet gewoon een nieuw wegkantsysteem neer en die zegt remmen, want er is hier een probleem aan de hand. En dan zie je in één keer dat als je zo'n systeem kan spoofen, dus je zet er eentje naast die iets gaat uitroepen wat niet klopt, dat een aantal voertuigen in die omgeving iets gaan doen wat best wel een safety impact kan hebben. Hoeft niet per se, maar het heeft een lokale uitstraling. Nou, dat is al best wel spannend en dat heeft met name ook best wel effect op de acceptatie van dit soort systemen. Een andere, die maakt me iets meer zorgen over, zeker met wat ik net liet zien, dat fouten worden gemaakt en verschil zal er zijn, hè, dat ik net noemde. Het is een hele collectie van voertuigen van allerlei verschillende fabrikanten. Stel nou dat er één fabrikant een fout maakt, waardoor er in, niet lokaal, maar heel globaal, hè, dus eigenlijk al die voertuigen die zijn, in één keer niet meer doen wat ze zouden moeten doen. Dan is ook in één keer dat hele ecosysteem geraakt. Als er auto's zijn die op een willekeurig moment iets doen wat je eigenlijk niet zou moeten vertrouwen, dan kan ik eigenlijk niet meer reageren op de signalen die ik binnenkrijg. Die kan ik gewoon niet vertrouwen. Nou, dit is echt nou meer het nachtmerriescenario. Gelukkig zit er niemand op zijn handen, want dit wordt ook wel gezien en er worden ook wel oplossingen voor bedacht. Dat is het hele goede nieuws. Maar dit zijn wel de aspecten van ja, security, safety, dat gaat wel steeds meer een rol spelen. Dan nog wat overwegingen, dan ben ik ook vrij snel klaar. Dus ik ga je in ieder geval niet ophouden voor het eten. Een aantal dingen om even rekening mee te houden. Ik liet u straks dat plaatje van dat hyperconnected wereld, waarin ik vroeg van, kun je nou die rode stip vinden? Stel dat hij er wel in gezeten had, had je hem dan kunnen vinden? En dat zit in die namen hyperconnected wereld, wordt het steeds ingewikkelder om die stip te vinden. Zeker met de wetenschap dat er geen single point of control meer is. Die voertuigen, wegkantsystemen, connected devices gaan gewoon een dynamisch ad hoc netwerken vormen. Nou, hoe ga je in zo'n soort omgeving die slechte, ja, de rotte appels vinden? Nou, je ziet er wel andere concepten, bijvoorbeeld een ICS-SCADA. Daar wordt bijvoorbeeld gezegd, we gaan dan toch een perimeter bouwen rondom SCADA-systemen. Dus we gaan toch die grens beschermen om uiteindelijk die zwakke elementen die niet te updaten zijn of vulnerable zijn, enigszins van de buitenkant af te schermen. Andere die ik hoor, en die zit met name in de IoT-wereld, we gaan het systeem expiren. Kortom, we gaan rotte appels uit het systeem verwijderen. Dat is heel interessant, want wat er nu gebeurt in het hele coöperatieve systeem, is dat je eigenlijk iets neerzet van een PKI-structuur met een centrale route, waarbij je een truststructuur uitrolt, waarin eigenlijk voertuigen die zo'n certificaat hebben, berichten kunnen sturen, zodat anderen weten, het komt van de voertuig, daar kan ik vertrouwen, daar kan ik op reageren. Maar wat als nou een voertuigleverancier een fout maakt, en je hebt wel een certificaat, maar dat ding doet wat hij moet doen. Hoe haal je ze dan uit het systeem? Moet die andere voertuigen dan één keer weten dat dat niet meer te vertrouwen is, moeten ze daarop reageren? Nou, ook daar zie je allerlei alternatieven voor, oplossingen voor een aantal problemen die daar komen op te lossen. Maar dat zijn wel de uitdagingen waar we tegenaan lopen. En gelukkig hebben we ook nog wat tijd om dit op te lossen. Het is niet zo dat we nu in één keer met z'n allen stilstaan op de weg. No worries. Hier zijn we druk mee bezig. Nou, dan kom ik op een aantal key challenges. Hè. Ik wil het toch een beetje samenvatten in drie boodschappen. Als jullie de deur uitlopen, dan zijn dit de dingen die je even moet onthouden. Eén is security en safety moet je veel integraler aan gaan pakken. We zien nu dat safety-functies gebruik gaan maken van ICT-functies, niet goed doorhebben wat de zwakheden van ICT zijn en het safety geraakt gaat worden. ICT ziet een aantal problemen, criminele business cases, verzint er oplossingen voor, houdt te weinig rekening met de safety-consequentie dat heeft. Hier worden wel wat dingen op dit gebied gedaan om dat integrale aanpak te verbeteren. Hier hebben we als beroepsgroep best wel even slag te maken om dit veld veel sterker voor elkaar te krijgen. Tenzij iemand zegt, ik heb hier de oplossing voor, hou ik me graag aanbevolen. Dit is een van de elementen waar we heel druk naar aan het kijken zijn. Nou, panic heb ik erbij staan, maar dat is niet panic. Je moet vooral niet, when in panic or in doubt, run in circles, scream and shout. Nee.
Wat ik zeg in dat ecosysteem is, je moet dus gaan monitoren waar zitten nou die rotte appels. En dat is ook niet triviaal, want hoe bepaal je nou bijvoorbeeld dat Volkswagen de integriteit van zijn motormanagement software niet klopt? Hè? Hoe ga je dat nou bepalen en vervolgens hoe ga je de actie opnemen? Dus je ook met name nieuwe security monitoring modellen, detectie ook in voertuigen van ja, komen er nou dingen binnen die gewoon niet kloppen? Dat ook weer terug signaleren en actie op ondernemen. Op een wat abstracte niveau zie je bijvoorbeeld de automotive industrie ook met een intelligence sharing en analysis center bezig zijn, waarin ze ook ervaringen over dreigingen en kwetsbaarheden uit aan het wisselen zijn. Daar zit er best wel een uitdaging, omdat er een aantal fabrikanten zijn die snappen. Hè, bijvoorbeeld een Tesla is een ICT-bedrijf wat voertuigen maakt. Je hebt ook heel veel safety-bedrijven wat nu een keer met ICT aan de slag gaat. En met name voor die laatste groep maakt me het meeste zorgen, omdat namelijk de bestuurders op het hoogste niveau daar niet eens weten dat ze met security bezig moeten zijn, geen budgetten beschikbaar stellen en ook niet de goede policies in gang zetten om dit probleem getackled te krijgen op termijn. Hebben we nog wel een uitdaging. En de laatste, en heb ik het maar even dynamisch vertrouwen genoemd. Hè. We moeten eigenlijk naar een model waarin je dat dynamisch vertrouwen of in ieder geval anticiperen op het gebrek aan vertrouwen op enig moment tijdelijk op kan vangen. En zeker in dit soort complexe ecosystemen waar safety geraakt wordt, wordt dit essentieel. En dan wijze woorden zijn niet van mezelf, maar ik vond het erg mooi. Zeker in deze context, je kan spray paint security, je kan niet straks een auto een laagje eroverheen spuiten dat in één keer safe is. En dan wil ik het hier belaten. Ik probeer het te lezen, maar dan heb ik tijd voor nodig. Ja, ik heb tijd voor nodig. Ik heb even rustig gaan nu. Nee, ik ga hem niet uitleggen. Je gaat hem niet uitleggen. Nou, dan laten we hem gewoon nog even staan. Heeft er nog iemand een vraag? André, we gaan een situatie zien waarin we dankzij Google en andere autonome rijdende voertuigen krijgen. We krijgen ook steeds meer functionaliteit in andere merken. Maar we gaan natuurlijk ook een situatie... Krijgen auto's met een computer die dit kan ook een rode sticker? Pas op voor mij. Nou, ik zag wel denk je dat ze zich beter gaan gedragen dan de gemiddelde chauffeur? Omdat je zegt dat het een dempend effect gaat hebben. Dus een mildere verkeersbeweging. Ja, ik denk de netto zin het gewoon voordelen op gaat leveren. Je bent een optimist, dat is wel duidelijk inderdaad. Ja. Nog iemand een vraag? André, je komt op een gegeven moment in een situatie dat steeds meer van die voertuigen op de weg komen. Uiteindelijk zit er zoveel intelligentie en technologie in. Op een gegeven moment kom je op ethische vraagstukken. Van, ik kan me voorstellen dat die auto's zoveel mogelijk... worden geëquipeerd om ongelukken te voorkomen, maar het zal best wel eens een keer voorkomen dat een rijdende auto, een zelfrijdende auto moet gaan beslissen van oké, wat nu? Krijgt dan de auto waar drie inzittenden in zitten het voordeel van de twijfel ten opzichte van de auto waar maar één persoon in zit? Want daar zie ik nog best wel wat ethische vraagstukken die opgelost moeten worden. Ja. Ja, die ethiek is een van de aspecten die ik niet aangestipt heb. En ik kan er nog een aantal meer noemen dan ingaan op dit voorbeeld. Human factors achterkant. Hoe reageren mensen nou op dit soort voertuigen? Juridische aspecten. Om terug te komen naar het ethische vraagstuk. Je ziet nu ook al stemmen opkomen. Dat is volgens mij een MIT-professor. Die zegt ook, ja, engineers gaan straks beslissingen nemen over dit soort zaken. En eigenlijk moet je dus, ik weet niet of hij het zo letterlijk gezegd heeft, maar wat ik me wel voor kan stellen, is dat zo'n engineer dus eigenlijk een ethische cursus of zo moet hebben, of gecertificeerd moet zijn om ethisch te programmeren. Andere kant ook zie je ook, bijvoorbeeld volgens mij gisteren of vanmorgen uitgekomen, het rapport van INM, dat bijvoorbeeld ook iets zegt over je rijbewijs skills die je moet hebben. Er zijn zoveel aspecten die hier aan mee te maken hebben gaan raken. En dat is ook wel interessant, hè? Ik heb er niet heel veel over gezegd, maar je ziet ook dat er problemen op één gebied ontstaan. Maar je ziet juist in al die andere gebieden oplossingen ontstaan. Bijvoorbeeld die liability vraag van Volvo. Nou, en dat maakt die puzzel zo ongelooflijk complex, waardoor je ook nu niet kan voorspellen hoe het eraan toe gaat gaan in de toekomst. Ik denk dat we hem daarmee gaan afsluiten. Ik zie de mensen hier allemaal verwachtingsvol denken aan het bagganaal wat op ze staat te wachten in die andere zaal. André, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Stel je voor dat je straks ook een familielid een beetje een tape vastbindt.